komende zondag de laatste competitieronde in de Eredivisie seizoen 2012-2013. Ajax gaat op bezoek bij FC Groningen. Eerder dit jaar versloegen de Amsterdammers de Groningers met 2-0 in de hoofdstad. Blind. Hoessen legt af op Boerrichter en daar is de 1-0 Boerrichter. Het zat eraan te komen en daar is hij. Van Rijn. Ja, dat is zo'n slecht schot van Rijn. Wat heet? De Jong wil een penalty. En Liesveld krijgt advies van zijn assistent en geeft een penalty. Schöne mag het nu doen. 2-0. In 2004 werd het 0-4 voor Ajax. Ryan Babel scoorde 2 keer tegen Groningen. Een mooie dag voor hem, want diezelfde dag was het ook nog eens zijn 18e verjaardag. Hij gunt waarschijnlijk Babel zijn verjaardagscadeautje. En zo scoort de 18-jarige Ryan Babel. Van der Vaart en daar gaat Babel weer op weg naar nog een cadeautje. Jawel, Ryan Babels tweede en Ajax vierde. Ajax dat hier in het laatste voetbalweekend van 2004 uitstekende zaken doet. 33 keer eerder speelde Ajax in Groningen. 22 keer winst voor de Amsterdammers, 5 keer werd het gelijk en 6 keer hielden de Groningers de punten in eigen huis. De laatste overwinning boekte Ajax in 2009 toen het met 2-0 te sterk was. Vorig seizoen won Groningen met 1-0 dankzij een penalty. Een van de grootste overwinningen van Ajax was in 1984, toen werd het 1-5. Voor de eerste maal balcontact voor Gerald Vanenburg met dit hele goede paasje. Koeman, goal! Uitstekend werk van Ajax. Vooral van Gerald Vanenburg, dat korte paasje. Libero Koeman had erop gerekend, knalt die bal meteen door en Ajax komt op een 1-0 voorsprong na praktisch 7 minuten. Vanenburg met effect, denk ik. Ja hoor, een goal. Schitterend. Gerald Vanenburg, wat een prachtig doelpunt. In 1992 keek de geblesseerde Dennis Bergkamp toe hoe zijn team met 0-3 won van FC Groningen zonder ook maar 1 keer in de problemen te komen. Vink. En nu is Alfler weer weg. En daar is 2-0. En een hele goede goal, Ron Willems. Snelle counter van eigen helft is gestart. Overmars toen Vink de bal speelde. Overmars legt breed. En dan is het een strafschop tegen Rosin. Het is Danny Blind die dan toch nog de slotfase van de wedstrijd in de statistieken mag opnemen. Hij doet dat foutloos. En Ajax wint zonder enige zorg in Groningen. In 1998 kreeg Ajax de kampioenschaal overhandigd voor de wedstrijd tegen FC Groningen. Door het verlies van PSV tegen Sparta werden de Amsterdammers 5 wedstrijden voor het einde kampioen. Ajax won overigens met 2-4. Houdroep, Arveladze en daar is de 1-0 voor Ajax door Liefman. En Groningen denkt men even aan buitenspel, maar dat is het niet. Het is Liefmanus 14 alweer. Inmiddels is de bal alweer hier bij Ronald de Boer. Huizing af en vindt daar Arveladze en dan is het 0-2. En dan ziet het er somber, heel somber uit voor Groningen. Het is de 20e van Arveladze en nummer 95 alweer van Ajax. Laudrup. Magida ineens gespeeld. Ronald de Boer, Arveladze. Is dit 3-0? Het is 3-0 door Babangida. Nee, de goal is van Arveladze. Eerlijk is eerlijk. Melchiot heeft nog lucht. Arveladze komt goed naar de bal toe. Melchiot laat zien dat hij wel degelijk kan voetballen. Arveladze 0-4.